beste kijkers. Zondagavond nam de bewolking geleidelijk toe, maar het bleef voor de rest van de nacht droog. De minimumtemperatuur daalde in Groningen naar 1 graad. In het zuidwesten bleef het nog het zachtst met 4 à 5 graden. De wind was matig tot vrij krachtig en waaide uit zuidwestelijke richting. Maandag overdag begon grijs, maar later in de ochtend begon het vanuit het zuidwesten geleidelijk steeds meer op te klaren. Het bleef op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur liep op naar zo'n 8 à 9 graden. De wind was matig tot vrij krachtig en waaide uit zuidelijke richting. Maandagavond gaat vanuit het zuidwesten de bewolking weer toenemen en later in de nacht zullen er in het westen enkele buien gaan ontstaan. De minimumtemperatuur daalt komende nacht naar 5 graden en de wind is matig tot vrij krachtig, aan de kust later hard en waait uit zuidelijke richting. Dinsdagmorgen krijgt het oosten van het land de zon nog even te zien. In het westen is de bewolking dan al toegenomen. In de loop van de dag gaat het flink regenen. De regen breidt zich uit over het hele land. Later op de dag wordt de regen afgewisseld door buien. En die buien die kunnen vergezeld gaan van zware windstoten. De wind neemt morgen sowieso flink toe. Aan de kust komt morgen een harde en stormachtige zuid- tot zuidwestenwind te staan. De maximumtemperatuur loopt morgen op naar zo'n 6 tot 8 graden. De dagen daarna verandert er nog weinig. Het blijft wisselvallig met af en toe veel regen en veel wind. Ook de temperaturen blijven met zo'n 7 graden ruim boven normaal. Dit was het weer. Karel van der Wouw voor Ikop TV vanaf de Pont achter het Centraal Station in Amsterdam.